Gadverdamme. Ja, dat had ik niet verwacht. Nee? Nee, dat had ik niet verwacht, nee. In deze tijden is fatsoenlijk je handen wassen belangrijker dan ooit. Maar hoe goed doen we dat eigenlijk? Wat vindt u van handen wassen? Van handen wassen? Nou, dat vind ik goed hoor. Ja, dat vind ik heel goed. Bent u er goed in? Ik ben heel goed in handen wassen. Waar blijkt dat uit? Nou, dat ik helemaal schone handen heb. En hoe vaak was je ze op? Ja, 1 keer per dag of zo. 20 keer per dag. Ze zien er nog redelijk fijn uit. Nee hoor, kijk, ze zijn lelijk geworden. Ik vind ze prachtig. Ja, ik vind ze niet mooi meer hoor. Natuurlijk als ik naar de wc ga, maar plassen doe ik handsfree. Okay. Eerst was ik een bedrijf en dan heb ik dan die reiniger. En dan zet ik dat reiniger erop, weet je wel, dat alcohol. Dat zet ik en dan ga ik hem weer wassen. Een paar seconden inwrijven en dan afspoelen. Dus je was bijna 3 kwartier per dag met u de handen? Ja, echt waar. En denk je dat jij je handen goed genoeg wast? Denk het wel. Denk ik wel, ja. 100%. Ik heb namelijk een opstelling staan waarmee we dat kunnen onderzoeken. Ja, dat vind ik goed. Dan heb ik hier een UV-creme. Dus je kan zo meteen met een UV-lamp zien in hoeverre dat er nog op zit of in hoeverre dat afgewassen is. Dit is de zeep. Ja. Iedereen vroeg aan mij vroeger, heb je een fobie? Want je was je hand de hele dag. Maar nou met die corona was ik het nog meer. Als ik in de tuin heb geveegd voor mijn zus, handen wassen. Plassen natuurlijk, handen wassen. Als ik af was, ga ik eerst mijn handen wassen. Ga ik in de tuin kijken, handen wassen. Echt waar, ik was heel de dag mijn handen. Ja, ik hoor het. Ja. En nu denk ik dat ik schoon ben. 100%, ja. Mag je je rechterhand er even instoppen? Oké. Okay. Hierin zit een UV-lamp. En dan kunnen we zien of de deeltjes goed afgewassen zijn. Oké. Okay. Met 1 hand, anders om even te beginnen. Zo. Oké. Okay. Gadverdamme. Ja, dat had ik niet verwacht. Nee? Nee, dat had ik niet verwacht, nee. Nagelriempjes. Richting het horloge? Ja. Oh, daar ook. Ja, daar ja. Ja. Zo. Ja. Nou, dat ziet er oprecht bijzonder schoon, ziet dat eruit. Ja. En bij je knokkels. Oh ja. Bah. Ja, ik zie daar een beetje van dat witte. Dus je heeft nog steeds een beetje op je handen zitten? Ja. Dus... Dan gaan we hem nog een keer wassen. Toch? Het is geen 100%. Het is geen 100%, nee. Nee, dat bewijst. Je was je handen in de veronderstelling hoe je het altijd gedaan hebt. Maar nu zie je dus dat je dus wel aandachtsplekken moet hebben op je hand waar je eigenlijk minder komt dus blijkbaar. Wat is het allerbelangrijkste om te blijven doen? Handen wassen. Altijd. Handen wassen. De echte helden zijn gewoon de jongens met blauwe ballen, vind ik in dat geval. Die moeten gewoon lekker, gewoon even zich beheersen en niet gek gaan doen. En hoe blauw zijn die van jou nu? Echt knalblauw. Ja. Echt staan op springen.